Maar dit is echt super lekker. Ik had dit echt niet verwacht. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het is 1:15. Ik heb net al eventjes vlogs geëdit. En ik ga nu richting de foodhallen, want ik heb daar een soort van mini campagne. Dus dat moet ik even snel doen. En daarna ga ik vandaag zitten met Ashley en ze gaat allemaal maten opmeten. En daarna gaan we vanaf nu 3 maanden lang elke dag een gezonde maaltijd en sporten. Dus dat wordt 3 zware maanden voor mij. Alleen ik heb er wel zin in en het is wel nodig voor de zomer. Dus dat gaan we doen. Ik weet niet. Aan het begin had ik er zin in toen het nog ver weg was. En steeds hoe meer dichterbij het komt, denk ik, gadver, ik heb er echt geen zin in. Dus ik denk dat er ook wel wat momenten komen dat ik denk... Als je mooi bent, blijf je aan mijn pijn. Ik denk dat er ook wel momenten komen dat ik er echt geen zin in heb, maar dat ik het gewoon moet gaan doen. En vooral ook omdat ik dan vlog, dan is er een soort van... Heb ik het niet alleen aan mezelf te bewijzen, maar ook een beetje aan jullie. Dus dan... ik ben benieuwd of ik het volgehouden. En vooral met die maaltijden, omdat ik het eigenlijk... Ik eet bijna nooit thuis. Dus als ik dan 6 dagen in de week iets gezonds moet eten, ik denk dat ik dat wel kut vind. En als je vooral dat je mooier wordt en dat je met anderen... Ik ben weer klaar met de campagne, dat was in de foodhallen achter mij. En aangezien ik vandaag dus ga beginnen met de Healthy Life, ga ik nog 1 keer cheaten. En laat er nou net een McDonald's op de weg terug zijn. Dus daar ga ik gebruik van maken. En dit wordt de laatste keer in 3 maanden. Oh my god. Dit wordt echt zo moeilijk. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Laatste keer McDonald's. Oh my god. Ik ben weer thuis. Die laatste keer Mac was genieten. Ik ben toen even langs de blok gegaan. Ik heb daar wasmiddel gekocht. En ik heb net gelijk even een wasje gedraaid. Best wel veel mensen zeggen dat je bent echt koopverslaafd of bladibla. Maar dat moet echt bijna. Moet niet. Het is echt onzin wat ik nu zeg. Maar anders heb ik geen schone kleren. Want ik ga even jullie uitdrukken hoe erg ik wassen haat. Dit is mijn wasmand. Dat is echt niet oké. Alleen ik vind het zo vreselijk. Echt, je moet je... Oh, ik zie het gewoon erachter. Het is zo erg. Maar ik heb er zo'n enorme hekel aan. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het in de was stoppen niet erg. De wasmachine aandoen niet erg. Maar ik heb geen droger. Want dat past dus niet hier. Wat het allemaal echt een stuk vervelender maakt. Want dan moet je dus zo'n lelijk wasrek in je kamer hangen. Nou, ik vind dat dus echt gewoon kut. Ik vind het er niet uitzien, ik vind het gewoon niet fijn. En dan vervolgens ben ik zo lui dat ik het er niet afhaal dat het gewoon een week of 2 in mijn kamer staat. En dat, ja, dan denk ik, nou, laat me weer. Dus dan doe ik het niet. In mijn nieuwe woning wil ik wel een droger nemen. En ik hoop dat ik het dan allemaal een beetje iets kan ordenen. Maar dit is echt, hier is gewoon geen begin aan. Nee. En ik had zo'n leuk make-up hoekje en zo klaargezet. Maar ik heb de laatste tijd echt enorm veel make-up gekocht en gekregen. En het is echt helemaal weer toe aan een nieuwe schoonmaak. Want er ligt zoveel en ik weet gewoon niet wat ik ermee moet. En ik ben zo blij met het oogschaduwpaletje wat ik van Anne-Lotte heb gekregen voor mijn verjaardag. Ik vind hem zo mooi. Oké, dit zijn in ieder geval producten die ik wel wil houden. En deze, wat in deze tas zit, gaat weg. En ik ga dat denk ik gewoon aan iemand weggeven. Want ik... iemand die ik ken. Want ja, het is een beetje gaar om... Zeg maar, er zitten ook allemaal ongebruikte producten in. Maar ja, het is een beetje gaar om dingen die ik ook van andere merken heb gehad... nu te gaan verloten of zo. Dus ik ga het gewoon aan een kennis geven, denk ik. Oké, dit tasje zit dus vol met dingetjes die ik weggeef. Dit is het enige wat ik bewaar. En ik heb best wel wat weggegooid. Dus daar ben ik eigenlijk wel trots op. En nu heb ik alleen nog dit. En ga ik het proberen netjes te houden allemaal. Ik heb deze trouwens ooit van een kijker gehad. Superleuk. Oké, Ashley is er. Hallo. En Ashley gaat mij helpen de komende 3 maanden om fit te worden voor de zomer. Ze kwam net al aan met maaltijden. En dat is zeg maar van dit. Fit food. En dan heb ik 2 maaltijden per dag. Die ik dan kan gaan eten. En daar zit... Die dingen zijn gewoon een beetje afgestemd, toch? Die voedingswaarde. Ja. Zeker. Een lage kalorie. Ja. Lekker verschillen van vis tot vlees, vegetarisch. Dat is echt van alles. Maar ja. We gaan dus zo meteen eventjes wegen. Het is een weegschaal die
je vetpercentage meet, je BMI, je spieren, je viscoraal vet. Je viscoraal vet, dat is je orgaanvet. Dus we gaan even kijken hoe gezond je bent. Oké. Okay. En dan gaan we ook eventjes nog met de meetlint gaan we eventjes, ik weet het niet waar ik het meer alles meten. En, even centimeters meten. En dan, ja, dan gaan we morgen gewoon starten. Oeh, oké, spannend. Nou, let's go. We hebben net foto's gemaakt voor before en dan over 3 maanden, of tenminste om de 3 weken doen we dan nog een keer foto's. Zodat je een beetje het verschil kan zien, als dat komt, wat de hoop is. En dan na 3 maanden weer een afterfoto. En dan zien we het wel. En nu gaan we wegen. En je lengte? Ik denk 1,65 of zo, zoiets. 1,65. Oké. Okay. Mag je op dat ding gaan staan en dan je handen op. Zo? Ja, dan mag je erop gaan staan. Dan mag je armen strekken. Ja, mag je even vasthouden? Nog even vasthouden, want we moeten even gaan doorlopen. Yes, oké. Okay. Nou, hey, bij sommige mensen is het best wel, als je echt om 7 zit, 10 is echt super ongezond. Mm-hmm. En als je op 7 zit, dan ben je eigenlijk ook niet echt goed bezig. Nee. Oh, dat is 3 is best wel goed, ja. Oh. Ja. Verrassing. Even kijken, dan gaan we nog eventjes meten met de lint. Ja. Zo, Ashley is weer weg en we hebben foto's gemaakt, ze heeft me gewogen, we hebben alles op papier gezet en morgen eerste training, dus ik heb er zin in en het eten is binnen, nou helemaal top. Ik ga lekker editen, ik heb echt even nu niks te doen heel de avond. Ik moet morgenochtend naar de radio, vet vroeg, ochtendshow bij Giel, dus dat is echt 5:45 word ik opgehaald. Dus ik ga super vroeg mijn bed in. Oké. We beginnen met de eerste fit food meal. Dit is het. En hier zit beef met broccoli in. Nou, ik ben benieuwd. Het is vandaag vers gemaakt. Dus ik hoop dat het lekker is. Oké, en dit is hoe het uit de magnetron komt. Het ziet er goed. Het ruikt echt goed ook. Ik ben benieuwd hiernaar. Even serieus. Ik zit het te eten. En ik nam de eerste hap. En ik dacht echt, wow, what the fuck, dit is vlees. Het vlees is zo zacht. Echt gewoon precies goed. Zeg maar, ik dacht. Toen ik zag staan beef, dacht ik. Oh, het zal wel helemaal doorbakken zijn. Echt droog. Maar het is top. Het is echt nog super zacht. Ik weet niet hoe dat zo zacht kan blijven nadat het in de verpakking heeft gezeten en ik het nu weer opwarm. Maar dit is echt super lekker. Ik had het echt niet verwacht. Broccoli top. Alles goed gekruid. Echt niet flauw. En ik dacht echt, als ik nu zelf gezond voor mezelf moet gaan koken, dan wordt het echt droge rijst of droge broccoli. Een beetje vies. Een droge gebakken kip. Maar op deze manier gaat het echt wel lukken. Dit is echt, denk ik, nu al mijn favoriet. Terwijl ik die andere maaltijd nog niet heb geprobeerd. Oh, wat lekker zeg. Die maaltijd was dus echt super chill. Ik ga nu lekker mijn bed in. Want het is nu. Het is 7:45. Ik heb echt een enorme hoofdstuk in dit. Ik heb echt gewoon zin in mijn bed liggen. En een beetje video's te kijken. Dus dat ga ik doen. Ik ga mijn make-up eraf halen. Ik moet om 5:30 op. Dus ik heb echt geen zin om het weer tot super laat te maken. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen.